Hallo dames en heren, welkom weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag de video van de Ronde van Oudorp, maar helaas was ik mijn GoPro aan het begin vergeten aan te zetten. De KMU official 5 minuten voor de start wilde die ons eigenlijk al weg laten rijden en toen zei die nog dat we tot 1 uur zouden wachten. En dus als er nog extra mensen bij kwamen die net iets later waren voor de start. En ineens om 3 minuten voor 1 zei die: Oké, jury is er klaar voor, heren, vertrek! En toen heb ik in alle hectiek eigenlijk mijn camera op het aanknopje. Kijk, ik ga hem er even bij pakken. Ik heb dus op het aanknopje hier gedrukt. En toen gelijk op het opneemknopje aan de bovenkant. Maar ik was even vergeten bij de start dat die nog een kleine opstarttijd had. Waardoor die dus het opneemknopje zeg maar niet gedetecteerd heb, om het zo maar even te zeggen. Waardoor hij dus niks heeft opgenomen. Wat je daar nog niet over gaat. Jongen, zoveel jaren gedaan. Maar je nog niet. Helaas, het was echt een hele leuke wedstrijd om te zien. Eindelijk weer een keer op de openbare weg een koers. In plaats van gewoon op een afgesloten parcours. Kijk mensen, dit was het rondje. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Kijk, hier, zo, hier was de start. Was lang rechtstuk over klinkers naar de eerste bocht toe. Haaks naar links en het opdraaien van de Munnikenweg. En de Munnikenweg was maar een klein stukje, maar dat waren wel kasseien. Maar een goed te rijden gootje draaide eigenlijk gewoon gelijk weer linksaf. Twee snelle bochten hier zo door. En een heel lang recht stuk asfalt naar deze bocht. Deze bocht was ook redelijk snel naar links toe. Een iets langzamere bocht naar links toe. Gevolgd door een wat snellere bocht weer naar rechts. En dan de laatste bocht weer de klinkers op. Naar links toe. Maar gelukkig hebben we nog wel beelden van langs de kant. Ja, dat in de ochtend voor de koers had het nog wel geregend. Maar gelukkig tijdens de koers was het droog. We stonden ongeveer met 80 man denk ik aan de start. En je ziet al gelijk dat het aan het begin echt heel erg hard ging. En er ook gelijk breukjes ontstaan in het peloton. En de renners die wat verder achter die breuk zaten zijn er later ook niet meer bijgekomen. Even later zie je dat het tempo nog steeds iets hoog ligt, maar het tempo iets is ingedaald. We rijden een gemiddelde snelheid van 44,5. En je ziet dat het peloton ook een stuk kleiner is geworden. Ik denk dat we hier nog met 30, 40 man rijden. Ik was ook vergeten om een bidon van mijn fiets af te halen. Dus die zie je dat ik redelijk aan het begin van de koers nog weg heb gegooid. En dat zie je op deze foto ook goed gebeuren. En ja, hier weer, dit is bij start-finish. En nog met nog 4 rondjes te gaan, dacht ik van ik probeer het maar om te demareren. Raadsel, 53, dat ben ik. Kijk, Thomas Krijgsman. Maar ik stond niet op zijn bordje, dus hij riep mijn naam helaas niet om. Ja, en hier een rondje later de doorkomst. En je ziet dat we weer teruggepakt zijn. Ik was denk ik 1,5 kilometer weg, maar we werden weer teruggepakt door het peloton. En hier ingaan, laatste ronde. En je ziet dat het peloton nog wat kleiner is geworden en dat ik iets te ver van achter zit. En in de laatste ronde was opschuiven erg lastig. En hier zien we de sprint. 3, een hele snelle sprint. Amare Vindrich de Meu. Ja, ja. De mannen nummer 60 die daar de overwinning op zijn konto. Ja, ik werd uiteindelijk 24ste in het eerste criterium dat ik heb gereden dit jaar. Het was een groot veld en het was een zware koers. Elke keer weer aanzetten uit die bochten maakte het heel erg zwaar. Ik had een gemiddelde hartslag
van 187 en uiteindelijk tevreden met een 24ste plek. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie bij een volgende video. Later.